Shit, 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 shit. Nou jongens, ik heb zojuist mijn eerste schuiver gemaakt. Ik ben op mijn plaat gegaan met de motor. Dus ineens allemaal flikkeringen voor mijn ogen. We dachten, we gaan iets leuks doen, hè, Jess? Ja. Ja, we hebben nog een oud spelletje, de Wii. Ja, wat ga jij doen? Wat gaan we doen? Hé, hey, Jessie Silver, wat gaan wij nu doen? Ijsje halen. En waarom gaan wij een ijsje halen? De nieuwe verpleegkundige langs gaat komen die mijn Lucrin-injecties gaat geven. Ze zeggen van ja, maar door je pillen ben je extra gevoelig voor bloedingen. We gaan nu van een massage naar een acupunctuur achteraan. Ja. Een goede afscheiding voor naar het water dadelijk in de tuin. Hoop bekeken en we zijn nu uitgekomen, ja jongens, bij een... En dat willen we dus echt wel wat professioneler op gaan zetten. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat jullie van dat idee vinden. Mm-hmm. Ik wilde jullie nog even mijn blauwe plekken laten zien. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lief patatties, welkom bij een nieuwe video. Shit, 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 shit. Ik ben mijn pillen vergeten. Ik had de wekker om 7:45 gezet. Dus 7:45 en 8:15. Mijn wekker is afgegaan. Ik heb hem uitgezet met de intentie dat ik het zou gaan doen. Ik weet niet meer door wat, maar ik ben door iets afgeleid. Ik was met de vlog bezig. Ik heb er niet meer aan gedacht. Dus daar kwam ik om 11:30 achter. Dus ik heb ze nu ingenomen. Maar daar moet 12:00 tussen zitten. Het is natuurlijk weer helemaal ruk tijd om dan morgen om 11:30 mijn pillen te moeten innemen. Nou ja, ik heb nu de wekker. Morgen om 11:00 gezet en dan hoop ik telkens met een 30 minuten het weer wat te kunnen vervolgen. Zo irritant dit. Nou ja. Ik heb nog een paar dagen. Ik geloof 3. Of 2. Weet niet meer. Dan is mijn tweede week om. Dus... Dan kan ik dadelijk weer gewoon opnieuw beginnen. Sergio is naar de nachtdienst, dus dat wordt ook weer nacht voor mij. Ik slaap altijd slecht. Ik kom slecht in slaap. Als hij er niet is, dan heb ik tegenaan te kruipen. Dus ik ga maar even lekker Netflixen. En dan zien we morgen weer verder. Nou jongens. Ik heb zojuist mijn eerste schuiver gemaakt. Ik ben op mijn plaat gegaan met de motor. Ik wilde hier zo de hoek om gaan. En toen zag ik ineens dat het stoplicht op rood ging. En dat er ook een flitser stond. Dus ik ging als een malle in mijn rem. En ik weet niet wat er gebeurde, maar hij gleed uit. Dus toen lag ik ineens op de grond. Gelukkig ben ik nog heel... En zijn mensen gelijk uitgestapt en hebben me heel lief geholpen. Dus ik ben oké. Okay. Sergio die komt er even aan. Om even te checken of het goed is. De motor is wel een klein beetje beschadigd. Hier zo. En er ligt daar wat olie op de grond. Maar goed. Ik ben nog heel en dat is het belangrijkste. Nou... Ik ben gezellig doorgegaan naar Linda, waar ik naar onderweg was. Ik denk gelijk weer op die motor stappen, als het kan, als hij het nog doet. Want anders dan durf ik daar nog niet meer. Ik heb er gelukkig, zover ik weet, niet echt iets groots aan overgehouden. Ik heb wel een beetje last van mijn duim. En ik ga zo eventjes mijn knie bekijken. Maar ik ben blij dat ik mijn pak aan had en dat er bescherming in zit. Ik kreeg net wel bij de lunch ineens allemaal flikkeringen voor mijn ogen. Maar ja, dat was waarschijnlijk gewoon even oogmigraine. Dus daar heb ik even 2 paracetamol voor ingenomen. Ja, verder gaat het wel. Ik had toch net nieuwe schoenen gekocht. Die zijn wel naar de Getfaar. Ik zei nog tegen Ser, heb je voor mij een schoenbeschermer? Nou, heel mooi.
Maar dat helpt dus geen reet als je gewoon gaat schuiven met je motor natuurlijk, hè? Het was wel weer grappig dat ik mijn telefoon op de houder had staan. En die zat er nog op. Dus dat ding werkt goed in ieder geval. Maar ja, ik voel hem toch wel een beetje in mijn duim. Maar goed. Ik kan hem nog wel bewegen, dus... Ja, ik weet niet wat ze daarmee zouden kunnen doen. Misschien gewoon een beetje gekneusd. Ik ga eens even kijken hoe mijn knie eruit ziet. Als ik mijn broek nog uitkrijg. Nou, dat ziet er gelukkig goed uit. Daar is niet veel mis mee, denk ik. Nou, ik gok wel dat ik er wat van ga voelen. Ik voel nu toch al in mijn knie dat het iets gevoeliger is en in mijn duim. Maar goed, dat komt helemaal goed. Sergio, die is gezellig met mijn moeder en Jesse Silver naar Rotterdam-Alexandrium gegaan. Wat mijn moeder heeft een nieuwe bank besteld en eetstoelen. En ze zag ook nog een hele leuke lamp waar ze nog over aan het twijfelen was. En ze kreeg hem niet uit haar hoofd. Dus toen is ze hem toch gaan kopen vandaag. Een hele, hele gave, een hele aparte. Dus ik ben benieuwd, want als het goed is hebben ze hem meegenomen met de auto. Dus die ga ik jullie zo laten zien. Verder ga ik nu eventjes rustig aan doen. En zodra hun thuis zijn, dan ga ik jullie de nieuwe lamp laten zien. Nou jongens, dit is hem dan. Het gevaarte. Woe! Meneertje giraf. Hij is leuk, mam. Ja, hè? Ja. Dadelijk krijgt hij, als wij weg zijn, een mooier plekje. Goedemorgen. Nou, het is een dag na mijn ongeluk. Ik moet zeggen alsof er een trein over me heen gereden is. Ik heb overal spierpijn in mijn been en in mijn arm en in mijn duim. Maar goed, ik ben er nog. Dat is het belangrijkste. En we dachten, we gaan iets leuks doen met Jess. Ja. Ja, we hebben nog een oud spelletje, de Wii. Dus die heb ik aangesloten. En Jessie die gaat nu even bowlen. Oké. Okay. Vasthouden en los. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Oh, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen? Ja! Yes! Oeh! Nog maar één. Ik hoef er nog maar één, Jessie. Wat? Ik hoef er nog maar één. Oh. Even draaien zo. Ja, 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 ja! Ja! Yes! Nu ben jij weer. Oké. En los! Ja, waar ga jij doen? Daar gaan we zitten! Kom, 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 kom! Ja! Nu jij! Je wacht nog een keer. Ja, daar! Daar gaan we lopen. Wat is dat nou? Een stok gevonden. Oh, ja. Oh, dat is leuk. Dat kan ik wel. Hey Jesse Silver, wat gaan wij nu doen? Een ijsje halen. En waarom gaan wij een ijsje halen? Dat ik een dit heb. Omdat je? Dit heb. Omdat je het verdiend hebt? Ja. Praat eens normaal. En waarom heb je dat dan verdiend? Wat heb jij zo goed gedaan? Ik heb geplast. Geplast, hè? Maar waar heb jij geplast? Dat is nog belangrijker. Nou, op de wc. Op de wc. En je hebt niet in je broek geplast. Nee. En je hebt zelfs geslapen zonder luier. Ja. Goed, hè? Ja. Dus jij hebt echt wel een ijsje verdiend. Ja. Kom maar. We gaan deze kant op. Goed kijken of er een auto aankomt. Kijk. Nee. Ook rustig lopen. Blijven kijken. We gaan lekker ijsje kopen. We gaan daar halen, hè? Ja. Ik heb groot. Groot ijsje, hè? Ja, en jij ook, hè? Ja, omdat ik het verdiend heb, hè? Zo'n grote jongen word je al. Eet smakelijk. Ach, die zijn schattig. Ik ga eieren. Ja. Mag ik eieren? Oh, ik wil eieren.
Het is een kleine, hè? Ik wil aaien. Dan moet je iets meer naar rechts. Ja, als je niet verder kan, kan je niet verder. Huh? Volgende keer als ze weer open zijn. Ja. Zie je op? Ja. Dat is lief. Zo lief. Wat hebben we gevonden? Deze. Ja. Gaan we kijken of er wat in zit? Ja. Oké. Oh, ja, ja. Nee. Zeker weten. Kijk eens. Dat deed mama vroeger ook altijd. Ja. Kijk. Eten, hè? Ja, eten, er zit een nootje in. Ik ook. Ik heb ook een nootje. Kijk, je ziet dit stukje, kan je eten. Oké. En dit ook. En is lekker? Deze mag je ook. Nou, misschien kan je ze meenemen naar huis. Nee, deze. Goedemorgen. Het is 7:30. En ik ben geen ochtendmens. En ik ben er al uit. Omdat de nieuwe verpleegkundige langs gaat komen. Die mijn Lucrine injecties gaat geven. Normaal gesproken zaten ze dus bij een ander bedrijf. Die ingehuurd werd door het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis zelf heeft ook mensen in dienst. En eigenlijk zijn ze druk bezig geweest om dat op te bouwen. En dat heet Lab West van het Leijenburg ziekenhuis. Dus ja, vanaf nu komen die mensen voor mij langs. Wat aan de ene kant natuurlijk best wel jammer is. Omdat je al een band hebt opgebouwd met iemand. Maar ja, goed. Motor weer naar binnen. We gaan gewoon even zien wie er nu langskomt. En of dat ook altijd hetzelfde zal zijn of niet. Of dat ze dat gewoon afwisselen. Kom binnen, Mo. Maar ja, die zou dus komen tussen 7:30 en 9:15. Wat een tijd. Ja. En dan kan het natuurlijk soms zijn dat ze om 7:30 voor de deur staan. En dan kan je niet uit je bed gesprongen zijn. Dus ik ben er maar uitgegaan. Bak koffie. Vandaag is ook de dag dat ik mijn laatste chemopillen slik voor de eerste 2 weken. En dan heb ik een weekje rust. En het gaat eigenlijk nog steeds goed. Ik heb nog steeds geen klachten. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus hopelijk zet dat zo door. We gaan vandaag lekker naar de masseur. Ik heb tegen Sergio gezegd, we gaan dan een afspraak maken. Want ook hij heeft er natuurlijk gewoon behoefte aan. En, dus we gaan lekker dit keer met z'n tweetjes. En dan gaan we weer naar Ruchi Holistics. En verder... Verder gaat het redelijk. Ik heb nog steeds heel veel spierpijn. Echt, holy crap. Ik heb wat blauwe plekken. Het valt allemaal op mijn hand. Daar zit er één. Dus als je daar drukt, dan voel ik dat inderdaad wel. Ik heb spierpijn hier zo. Ik ben natuurlijk hier op mijn arm gevallen. Hier. En op mijn been. Nou, dat kan je nu niet zien. En op mijn benen aan de zijkant van mijn knie. Ik heb het wel even doorgegeven aan het ziekenhuis voor de zekerheid. Want ja, je weet maar nooit waar het voor nodig is. Of dat ze zeggen van ja, maar door je pillen ben je extra gevoelig voor bloedingen. Of weet ik van wat. Dus je moet je echt laten checken. Nou, dat hebben ze allemaal niet gezegd. En wel dat als het lang aanhoudt dat ik gewoon nog even een check moet doen door de huisarts bijvoorbeeld. Oké. Ik ga even een bak koffie drinken. Ben je klaar voor een lekkere massage? Ik ben er helemaal klaar voor. Meer dan klaar voor. Het is ook nog een beetje in mijn nek geschoten vandaag. Dus, zag je dat? Ja, echt. Naar de... We zijn er al. We zijn er al. Ik wou het maar kunnen. Ja, lekker. Ik vind alleen dit een beetje een slecht logo. Want ik vind het net worsten. Worsten of worsten? Worsten. Daar krijg je honger van. Let's go.
we gaan nu van een massage naar een acupunctuur achteraan. Ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee ook. Dat gewoon nog, ik ben nog blijer dan net. Ja, ik vind het spannend. Gewoon heel fijn. Ja? Ja, jij hebt hem niet gehad natuurlijk. Nee. Maar ik heb zoveel last van mijn hooikoorts en ook als ik bij mijn moeder kom weer van die katten. En ik weet gewoon dat ik heb het 3 jaar geleden voor het eerst gedaan, een aantal sessies achter elkaar. En toen ben ik gewoon, nou ja, een goed jaar vrij geweest van mijn allergieën. Ja. Dus laten we hopen. Ja. En voor mij zou het zijn vanwege mijn gewrichtsklachten. Ja. Ben je lekker, schat? Ja. Ik ben er klaar voor. Toppie. Het bed is verwarmd. Ja, lekker hè? Dat is echt fijn. Je voelt zo gewoon echt uitgaan. Ja, ik voelde niks. Deze was een lange. Daarom voelde je hem echt eruit gaan. Deze voelde ook een beetje lang. Ja. Zo, je bent goed aangepakt hè, Poppie? Oh, ik hoorde je alleen maar kreunen en steunen en doen. Ik zeg niet vaak, mijn tax is bereikt, maar ik had heel eventjes echt zo, oké, nu even klaar. Toen gingen ze verder en toen zei ik, want ze zei, het was eigenlijk de enige die ik niet los heb gekregen. Toen zei ik van, nou ja, wil je het nog even proberen? Toen zei ze, nou ja, maar misschien beter van niet. Ik zei, nou, ik zei, wel, doe maar gewoon, ga maar even terug. En toen lukte het wel. Dus ja. Voeten zaten. Ik heb knoop onder mijn voeten. Heb je dat wel eens gehoord? Knoop onder mijn voeten. En knoop in mijn rug, op mijn schouders. En alles zat goed vast. Ja. En nu is alles weer los. Zelfs acupunctuur gehad. Dat was echt even een verrassing. Ik ook. Jij ook, hè? Ja. Hoe was het? Ja, ik vond het even spannend. Maar omdat je gewoon niet weet wat je gaat voelen en zo. Ja, je denkt maar, hier, hè? Ja. En ik zag ze bij jou in je gezicht gaan. Dus ik denk, oh my god. Maar voor mij deden het vanwege mijn knieklachten. En ik had al gehoord van de arts dat dat echt kan helpen. Dus ik denk, we pakken het gewoon gelijk aan. Ik ben benieuwd. Ze zegt dat het wel 50 tot 100% kan verminderen, de klachten. Dus ik hoop het. Ben benieuwd. We hebben gelijk een nieuwe afspraak gepland. Zo, we gaan even lunchen. Dit is die van mij. Wontonsoep. Dit is die van Sergio. Ork, ork, ork. Soep eet je met stokjes. Ja, ik liet even niet. Ruikt wel lekker. Ben hier nog niet goed in. Ah, ik hou hier zo van. Smakelijk eten. Goedemorgen, wij zijn in Beverwijk bij mijn bestie Ellen, want die heeft weer een zoontje gekregen. Dus Charlie is grote zus geworden van Kane. En dat is van ons toch wel even een uurtje rijden. En deze grote kanjer heeft zonder luier in de auto gezeten. En is nog steeds droog. Mijn duimpje naar mama. Toppie! Kom, we gaan. Daar gaan we naartoe. We zijn lekker op de terugweg. We hebben kennis gemaakt met Mini Mensje King. Ja. Alle poepie woepie. Sorry, we zijn te druk geweest met verliefd zijn en bijkletsen. Dus we hebben niet gefilmd. Maar jullie gaan hem vast nog wel een keertje zien. Ja. En we zijn op de terugweg. Ik ben er een beetje gaar van. Ja. Zou ik al even in de file. We staan ook wel even in de file en we tussendoor even wat gegeten en Jesse Silver laten plassen. Ik ben ook nog een beetje ga en beurs van gisteren. Zijn we nog wat je ga en beurs van gisteren? Ja. Ja, ik weet niet of je het goed kan zien. We laten zo even zien. Een blauwe plekken. Laten we zo even zien. Jesse Silver die is helemaal oud op de achterbank. Die heeft nog even lekker gespeeld. Super lief geweest. Goed gegaan met plassen. Helaas, poepen vindt hij toch nog een beetje een ding. Vindt hij een beetje eng, dat zegt hij dus niet. Nee. Als je denkt het is te stil, dan weet je wat in de is. Ja, inderdaad. Dus dat doet hij dan nog in zijn broek. Maar verder heeft hij dus de hele weg ook zonder luier en niet in zijn broek geplast. Dus we zijn super trots en dat poepen dat komt vanzelf wel. Het is in ieder geval een ding dat hij dus ook stil
is en ergens in een hoekje gaat zitten of zich verstoppen. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen, want ja, hij vindt het dus niet fijn. Nee. Eigenlijk, maar hij vindt het gewoon een eng ding. En ik hoorde van Ellen dat het zo schijnt te zijn dat met plassen heb je niet echt zo het idee dat, dat er iets je lichaam verlaat. Maar met poepen is het wel echt zoiets van er verlaat iets je lichaam. En dat schijnt dan een beetje een eng dingetje te zijn. Ja. En zeker als het dan natuurlijk in een in de pot valt. Ja, in je luier zit het alsnog soort van tegen je aan of zo. Nou, gaat vast helemaal goed komen. We zijn hartstikke trots op hem. Knuffelt nog een beetje met je billen. Knuffelt nog even lekker met je billen, ja. Wat ook leuk is, is dat we alweer even wat dingetjes hebben besteld voor ons nieuwe huis. We hebben de vintage tegels besteld voor in de hal. En we hebben lang gezocht naar een goede afscheiding voor naar het water dadelijk in de tuin. Zonder dat we daar al te veel geld aan hoeven uit te geven. Maar dat het wel het een stuk veiliger maakt. En dat we gelijk, als de schutting is geplaatst, die kunnen plaatsen. Nou, hoop bekeken. En we zijn nu uitgekomen, ja jongens, bij een schapenhek. Je ziet ze ook vaak in de duinen. Ze hebben ook een border collie erbij besteld. Maar het zijn eigenlijk van die, van die houten spijlen bijna. Met, ja, houten spijlen. Het zijn houten balkjes, spijlen. Ja, en die dus met draad aan elkaar vastzitten. Maar wel met een 7 centimeter ertussen ongeveer. Want we wilden ook niet dat ons zicht op het water belemmerd werd. Dus we wilden er doorheen kijken. Het moest een beetje de grote hoogte hebben. Niet uitnodigen om te gaan klimmen. En ja, een afscheiding zijn voor naar het water. Ja, dat is allemaal. Dat is, en niet te duur. Dus verder geen hoge eisen. Nee. En nou ja, de eerste berekening was iets van een paar duizend euro. Precies. Wij vinden het heel gaaf om Envy screens wilden we eigenlijk plaatsen. Maar ja, weet je, we hebben bijna 10 meter tuin in de breedte te vullen. En dan wordt het gewoon heel duur. Ja. En ja, soms moet je gewoon eventjes op de kleintjes letten. Er zijn andere dingen belangrijker. In dit geval is veiligheid het allerbelangrijkste. En en dan kunnen we altijd later nog zeggen, we veranderen het voor iets. Maar eigenlijk past dit juist ook bij de stijl die we willen. Ja. Want het is hout. Even wachten. Yes, you can go. Het past ook bij de stijl, want we willen eigenlijk de tuin een beetje bohemian stijl gaan doen. Dus ook palmbomen willen in de tuin doen. Cactussen. Yep. Dus ja. Alles op zijn tijd, maar dit is in ieder geval fijn dat we dit al hebben gevonden en dat we het veilig hebben gemaakt in ieder geval. En dan zien we daarna wel verder. Toch? En zeer betaalbaar. En zeer betaalbaar, ja. Dus we hebben dat even bij Eugenio laten bezorgen, want mijn moeder wordt gek dadelijk als we alles hier in huis laten bezorgen. Ja. En die komt toch ook nog langs. En Sergio heeft natuurlijk van dat hij hier op zijn knieën ging van die mooie... Hoe noemen we dat ook weer? Fakkels. Fakkels, ja. En ja, die vinden we ook wel leuk om dadelijk gewoon in de tuin neer te zetten. Dat we die kunnen aansteken. En het waren er 100, dus we kunnen, we kunnen even vooruit. Ja. Die overigens wel helemaal leeggelekt zijn in de auto van mijn pa. Ja, niet die was van ons. Was ook heel blij mee. Ja. Maar wel heel lief dat hij ze even wil bewaren. Dus zo komen we langzaamaan weer een stukje verder. Moeten we even onthouden waar alles staat straks. Ja. We hebben nog een wasbak staan bij mijn zus. Ja. We hebben veel in de loods. Bij je vader, je moeder. Is ook nog wel wat staan. Ja. Wat ik ook nog even wilde zeggen is dat we dadelijk waarschijnlijk wel... Als het huis klaar is en we kunnen gaan beginnen... gaan we waarschijnlijk wel even een nieuwe playlist maken... Zodat we wat meer kunnen focussen op het huis. Over focus gesproken. Ja, over focus gesproken. Tussendoor ga ik jullie natuurlijk updates geven over de borstkankertraject het en wordt, zo. Maar, langzaam maar zeker een nieuwe fase. Ja, en we hopen dat jullie dat net zo leuk vinden natuurlijk. En ook blijven volgen. En ja, als er iets echt alleen maar gericht is op de borstkanker, dan zetten we dat gewoon in die andere playlist. Maar zo hebben we voor ieder wat wils als ze alleen maar even een bepaalde
interesse hebben of een playlist willen bekijken. Maar we hopen natuurlijk dat jullie gewoon lekker met ons mee gaan genieten van dit hele proces waar we ontzettend naar uitkijken. En ook ja, gewoon aan toe zijn na dit hele gedoe. En ja, we hebben er zin in. En we gaan lekker koken. We gaan ook veel kookvlogs gaan we maken. En dat willen we dus echt wel wat professioneler op gaan zetten. Ja. Ook bijvoorbeeld live kooksessies. Dus dat we lekker samen gaan koken. Hè? Met live muziek. Met live muziek. Dat is een beetje het idee wat we hebben. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat jullie van dat idee vinden. Zodat we toch een beetje samen zijn. Ja, en wat nieuwe dingen gaan uitproberen. Ja, precies. Maar eerst moeten we het huis even opbouwen, inrichten. En dan nemen we jullie ook weer gezellig mee natuurlijk. Zeker weten. Zo goed geplast hebt. En omdat hij zelf net zei dat hij moest plassen. Ja. Heb jij gewoon alvast een cadeautje verdiend. Een nieuwe poppetrolbal. Hoe vind je die? Poppetrol. Zijn we onderweg? Ik ben onderweg. Ja, dat snap ik. Je mag eventjes schoppen. Gaan we daarna even wat eten en dan kunnen we daarna weer voetballen. Ja. Ga maar even voelen. Nee, jij mag doen. Ga jij maar even schoppen. Ik ben even benieuwd hoe goed hij schopt. Jij mag hem met mij mee. Kijk, niet ook, hè? Niet ook, hè? Oh, opnieuw. Ja. Zo! Zo, die was goed. Hoppakee! Ha, we gaan niet! Ik ben spelen! Ja! Dat mag niet. Ik doe het in de kop. Kom maar. Ik wilde jullie nog even mijn blauwe plekken laten zien. Oei, oei, oei. Ja, dit is dus niet eens van het motorrijden, maar dit is van cupping. Van onze massage. Maar dit is nog niks. Je moet even naar Sergio kijken. Man. Ik overweeg nog om aangifte te doen tegen voor mishandeling. Nou ja, jij zegt ga maar door. Je hebt permissie gegeven. Ja, dat is waar. Het was niet onder dwang. Nou, we hopen dat jullie dit weer een interessante, leuke vlog vonden. En we zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Dat dus sowieso. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En notifications aan te zetten. En dan zien we jou heel graag weer bij de volgende video. Ja. Ciao. I just wanna see where your love can take.